Want aanstaande vrijdag is het 25 februari. Dan is het 5 jaar geleden dat mijn mannetje is overleden. Ja, en we moeten gewoon doorgaan. Maar, aangezien dat de beide naaimachines, want ik heb die van mijn moeder maar van boven gehaald, die is van mijn mama geweest. En mijn mama, die is er niet meer, die is in de hemel. Goedemiddag lieve vrienden, het is vandaag alweer dinsdag, de 22e februari. Ja, het loopt weer naar een dag toe die ik liever er niet in heb, maar ja, het is nou helemaal zo. Ik ben ook weer lang niet helemaal happy, hoofdpijn, misselijk ervan. Mijn hoofdpijn wil het ook niet echt zakken, maar ja, straks komt Stefan ook weer. Dus ja, we proberen er gewoon weer wat van te maken, simpel. We gaan gewoon weer door. Het zal wel moeten, want een ander doet het niet. Nee. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel weer en welkom bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Uiteraard, ja, de beestjes, daar ligt er één. En daar ligt er één. En de andere is boven, want Marolata die staat ook weer klaar. Ah, ik hoor het. Nou, hij blijft daar maar mooi, want ik ga me klaarmaken om naar buiten toe te gaan. Het heeft geregend, maar we krijgen weer een bui, dus even tussen de buien door proberen droog heen en weer te komen, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag, doe het met een lach. Probeer ik ook gewoon te doen, ondanks dat het weer een verdrietige tijd voor mij gaat breken. Want aanstaande vrijdag is het 25 februari. Dan is het 5 jaar geleden dat mijn mannetje is overleden. Ja, en we moeten gewoon doorgaan. En dan doen we ook een, ja, het is gewoon iedere keer gewoon even voor mij een trieste dag. En dan gaan we gewoon weer door, punt. Ja, en nieuw ontwerp. Nou, het zal. Er kwam een nieuw ontwerp voorbij. Wat dat is, ik weet het niet. Maar ja, oké, ik krijg zoveel dingen voor mijn neus langs en dan denk ik, wat is dat? Ja, ik niet weten. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Nou, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. Stefan, die is al thuis. Ja, skopje staat er nog wel, maar ik ben bezig geweest voor Mary. Die had hier een broek in me leggen met een rits er half in de pijp en de rits was los. Of ik hem wou maken? Nou, prima. Nou, voelde ik mij goed genoeg om het te doen. Daar staat mijn naaimachine. Even kijken, joh, dat is de vermijnde. Daar wou ik mee. Terwijl het heel dun materiaal is. Potverdorie, eigenlijk iedere keer, want het is wel dun, het is voering, dan de rits en dan degene wat het mooi moet wezen, is ook maar dun. Maar, aangezien dat de beide naaimachines, want ik heb die van mijn moeder maar van boven gehaald, die is van mijn mama geweest, en mijn mama die is er niet meer, die is in de hemel, maar in ieder geval, ze glijden de beide eraf dat. Wat een knudde, ja. Maar ik heb hem in ieder geval vastgekregen. En ik had echt netjes zoals het behoort. Nee. En ik ga het ook niet aan elkaar halen. Het zit.nl. En ik kan er ook verder niks aan doen. Dus ja, Mary, je broek is klaar. Ja, dus ik kom hem wel zo snel mogelijk even bij je brengen. Ja. Niet nu hoor, nee. Het zonnetje schijnt wel, maar er komt ook weer bagger weer aan. En hoe laat leven we eigenlijk? Ik ben 3 minuten voor. 17 uur 21 min 3. Dat is 19 minuten over 5. Ja, nou, ik ga dat nou dus niet doen. Ik moet straks ook mijn hondjes weer uitlaten. Dus ja, ik ga de troep hier opruimen. En het licht is ook nog aan. Dus dat kunnen ook wel uit. Zullen we gelijk eerst even maar doen. Zo.
Nee, de boel weer opruimen enzovoort. En dan. In ieder geval, hij is klaar. Punt. Ja, het is aan die pijp. En. Ja, ik ben mezelf net te gewend, maar het lukte gewoon niet. Nee, nou, daar kan ik niks aan doen. Dit is die pijp. En er zit een rits in. Maar ja, om nou te zeggen echt netjes, nee, hij gleed er iedere keer af. Nou, daar kan ik niks aan doen. Ja. Het is van het gladde stof, maar de naaimachine zelf is stug, deze. Mijn dus is soepeler. Maar deze is heel stugger. Maar ja, ze glijden er gewoon iedere keer af. En daar baal ik van. Nou ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Twee naaimachines in huis en het glijdt alle kanten behalve de goede. Niet leuk meer. Maar ja, je gaat ook niet uitbesteden aan zo'n speciale winkel ervoor. Want dan betaal je eigen groen en scheel. Ja, dat wil je ook niet. Nee. Dus ja. Dat dus. Maar ja, er zit ook niet een speciaal. Ja, dat is de hoes die erbij hoort. Nou, die hoes is stuk. Ja, dat zie je wel. Dat is niet goed meer. Ook hè, is er een nieuwe voet bijgekomen. Dat heeft mijn mannetje ooit nog gedaan. Dan glijdt er zo wat af. Ja, maar in ieder geval. Mijn mama die had de voet weggegooid. Want ze wist niet meer wat het was. Waar het bij behoorde, ja. Dus die had ze weggegooid. Maar ja, dat heb je met mensen die dement worden. Of dement zijn, of nog erger. Ja, maar in ieder geval hebben wij er een nieuwe voor gekocht. En mijn naaimachinevoet was gebroken. Dat was nog dat ouderwets geval. Dat was van bakkeliet. Nou hebben we van een nieuwe weer gekocht en die weer aan het oude snoer eraan gezet. Ja, moest wel, want anders kon het niet, want dan deed hij het niet. Oeh, die zon, precies in je bril. En dan staat hij daar, hè? Aan die kant staat de zon, daar. En dan schijnt je daar in je gezicht. Maar door een raam heen. Nou hier, kijk, dan je wordt gelijk verblind. Oh jee, ja. Doren en mijn vloer die gaat verder kapot, ja. Die Jan die eigenlijk niet op de vlog wil, die moet maar snel eens komen, ja. Dat is ook degene die de poort gemaakt heeft, ja. Nou, dat is ook dus een Jan. Allemaal Jannen met elkaar, ja. Maar oké, ik moet erom gaan denken dat ik daar niet doorheen ga. Ik moet ook nieuwe dozen halen met nieuw spul erin. Maar ja, het kost allemaal geld en er is meer dingen wat ik moet kopen. Er moet een nieuwe harde schijf komen, want mijn computer die raakt overvol. Ja, ga zo maar door. Er is zoveel wat ik moet kopen, wat echt verplicht is. Want anders kan ik niet verder. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze verder. Ik ga de boel hier opruimen en ik doe een bak koffie daar. Dan ga ik de meiden weer doen.